De zevende nacht van Vlaanderen, vrijdag 20 juni te Torrault, heeft andermaal een nieuwe uitdaging op zich genomen. De 100-kilometer-wedstrijd door Heren West-Vlaanderen geldt niet alleen meer als nationaal kampioenschap, maar pakt nu tevens uit met een landenklassement. Griekenland opent met de winnaar van de vorige editie, Yannis Kouros de Rij. Joegoslavië stuurt Dusan Meravlije, de 33-jarige ingenieur die onlangs de 1000 kilometer lange Australische supermarathon Sydney-Melbourne op zijn naam schreef en daardoor 700.000 Belgische frank rijker werd. Uit Frankrijk komt Claude Ansart, 6:44, waarschijnlijk met Jean-Marc Beloc, 6:41. En Mexico wordt vertegenwoordigd door Alfonso Ansaldo, 6:41. Boris Bakmas, 6:50 en Paolo Serrantini maken deel uit van de Italiaanse delegatie. Amerika stuurt drievoudig landskampioen Frank Bozanic. De allergrootste kanonen om de vesting Kouros Meraviel te bestoken komen evenwel uit het Oostblok. Polen stelt zijn vertrouwen in Radziak Bodanovic en vooral Jan Sumiek, die met zijn 6:35 nog altijd zijn plaatsje heeft bij de wereldtop. Had je schrik van het buitenlands geweld? Nee, nee. Ik ben Patrick de Schepper, ik ben 65 jaar. Ik ben de ganse carrière van Jean-Paul Praat zijn trainer geweest. En in 1986, toen hij het wereldrecord gelopen heeft, heb ik het kunnen meebeleven van op de eerste rij door de ganse tocht met hem mee te rijden. Wij woonden op 200-300 meter van elkaar. We hebben in dezelfde school gezeten. Dus we kenden elkaar vrij goed. Het moment waarop we voor het eerst over een samenwerking gepraat hebben, dat was voor de winter van 1985. Ergens bij een of ander evenement op het dorp van Denderleeuw. Toen Jean-Paul een artikel in zijn binnenzak had zitten van verslag van de wedstrijd van Amiens, waar hij 6:35 had gelopen, dat hij me toonde, kijk eens wat ik gepresteerd heb. Jean-Paul was iemand die een gedisciplineerde atleet was, die echt kon uitvoeren wat er gevraagd werd van hem, hoe moeilijk dat die trainingen ook waren. Ah, Patrick. Na zijn een keer op toets. Vroeger wordt altijd te laat. Ja, ik weet het. En moet me kijken op de zee. Als je ouder wordt, dan natuurlijk... Dat werd een stipter. Nou, dat niet belangrijk is, na zijn op toets. Was dat gereed om weg te gaan? Ja, 100-100. Natuurlijk. Of dat je dat kinderen nog goed kunnen, like als 35 jaar geleden. Ja, ik doe dat niet. Dus dat zal moeilijk zijn waarschijnlijk. Na moeilijker zijn op 4 dagen als vroeger op 1 dag. Op 6 uur. Waarschijnlijk. Dat zal wel zijn.
Ja, het is al een tijdje geleden dat we kinderen geweest zijn. Nee, dat ik wel nog regelmatig zie, dat is Jan Pollefeit. Ja. Dan was Stijn altijd speaker, vedekoers. En naast dan nog op veel plusjes speaker op koersen in de West-Vlonjeren. En sinds dat we dat caravan door hebben, loop ik veel in de West-Vlonjeren. Tot nu nog altijd? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. En het is een heel goede speaker. Want iedere ronde vernoemt mij. Gelijk halve dit. Nee. Wat weet je dat doen? Hop, vier. Vier Morel. Je weet nog welke richting? Ja, ja, ja. Het Schinder, langs Schinder? Ja, naar de autostrade. Oké. Pak niet op, ja. Ja, hallo Jean-Paul. Ja, Marleen. We zijn op weg naar Torot, hè. We zijn er bekam. Oké. Okay. Maar het begint weer te kribbelen in mijn boek. Oei, ja. Gelijk vroeger, hè. Hoe zit je rond de caravan? Goed. Is het daar ook goed weer? Ja. Dan ben ik content. Ja, oké. Tot mij er nog over mij, hè? Ja, oké. Okay. Ja. Dag, hè? Ja, dag, hè? Ja. Jo. Ja. Jean-Paul had absoluut geen zenuwen vooraf. Toen ik hem hier kwam halen en we reden naar Torhout, was hij heel rustig. Het enige wat hij constant in het oog hield, was de kruinen van de bomen onderweg. Omdat hij schrik had van de wind. Ik ben vrij rustig, denk ik. Als je 's middags voor de wedstrijd nog een dutje kunt doen, ik denk niet dat je dan zo zenuwachtig bent. En Patrick, die is eigenlijk nog rustiger dan ik. Dus die maakte mij zeker niet nog zenuwachtiger. Als we tot de straat afgingen richting Torhout, stopten we nog eens. Gingen rustig nog even liggen in de zetel. Iets eten, iets drinken en dan verder naar Torhout, naar de start. Maar absoluut weinig zenuwen. De verwachtingen vooraf, voor ons waren die heel hoog. Winnen en in een scherpe tijd in een nieuw wereldrecord. Niet meer of niet minder. De verwachtingen van, laten we zeggen, de organisatoren en het algemeen publiek, die waren veel minder, misschien in het beste geval een mooie ereplaats, top 5, hoogstens top 3 als er veel een klop van namer kregen, maar wij wisten beter. Ik ben Jan Pollefeit, Torhoutenaar, 70 jaar jong en vanaf het eerste jaar betrokken race bij de Nacht van Vlaanderen, eerst als deelnemer, daarna vanaf het derde jaar werd ik bestuurslid en natuurlijk had ik ook als speaker de taak om de beste atleten voor te stellen in het jaar 1986. Iets wat ik nu nog altijd heel graag doe, zelfs na de 40ste editie. Hartelijk welkom aan onze zevende Nacht van Vlaanderen. Nu zou ik willen beginnen met de voorstelling van enkele opmerkelijke deelnemers. En het zal u niet verwonderen dat ik vanavond begin met iemand die we in Torhout zeer goed kennen. Namelijk niemand minder dan Alfons de Meulemeester. Wil Alfons lekker komen? Hier is hij dan, de man, de befaamde wandelaar uit Laos. Alfons de Meulemeester uit Torhout, steeds en opnieuw erbij. De start in Torhout was speciaal omdat er daar een massa volk was. Ik moet eigenlijk zeggen, ik heb op veel plaatsen 100 kilometer wedstrijden gelopen, maar nergens heb ik zoveel publiek gezien langs parcours. Hij liep hier een tijd van 6 uur 57, dit jaar reed 6 uur 56, maar wat nog veel duidelijker is, hij liep 24 uur in 24 uur en daar liep hij 257 kilometer op 24 uur. Dat was zeker liefde op het eerste gezicht als je in die ambiance
terechtkomt, allee, dan kun je niet anders. En dat was niet alleen bij mij, ook de buitenlanders wonen graag in Torrood. Ik ben nog altijd verliefd op Torrood, zal ik maar zeggen. En ik vind het heel spijtig dat die wedstrijd zo teloor gegaan is en nu zelfs niet meer bestaat. Want als ik binnen 10 jaar zal zeggen dat ik 8 keer Torrood gewonnen heb, dan zullen ze zeggen, ja, is daar ook nog een 100 kilometer geweest? En het was eigenlijk de belangrijkste wedstrijd van allemaal. Maar ik zeg het, allez, de nacht is erop gegroeid. Een tweede zaak, Jean-Paul, dat moet je goed weten. Had je dat gedaan de derde of de vierde keer in de nacht? Die goede benen gehad. Of eerst. Dan zou dat niemand aan. Maar eerst, er komt daar. Eerst 6:15, dan 6:16. Ja, 16, maar daar kun je niks aan doen. Hè? Ah, nee. Jij hebt gelopen van welk jaar? 86 zeker, hè? Ja, 86. Tot... Maar ik heb eerst al 2 keer geweest en dat ik opgegeven had. 84 en 85. 86 gewonnen, dus 6:03. 87. Terug opgegeven met een spierscheur toen dat Catalan gewonnen heeft. Ja, dat weet ik nog. Ja. En dan vanaf 88, 7 keer achter elkaar. Gelijk wie dat er kwam, Broedvorda is. Ik weet het. Allemaal. We hebben gans de wereld afgezocht. En we vonden nu niemand in die generatie die beter was. Moet daar eerlijk in zijn, hè? Ja, ja, ja. Thuis, dat, hier in Tarot, thuis, dat, hier was je de beste. Dat geef ik graag toe. Ja. Ik denk dat ik iets meegekregen heb van boven. Fysiek die zware trainingen van Patrick kunnen verdragen. Ik denk niet dat er dat zoveel kunnen verdragen zonder dat ze gekwetst of overtraind worden. En dat is toch een zeker talent, denk ik. Want eigenlijk was de koers voor mij een verlossing na dat zwaar trainingsschema. Jean-Paul liep gemiddeld 150 à 160 kilometer per week, behalve in zijn topweken, laten we zeggen 3-4 weken voor een grote 100 kilometer wedstrijd, werd dat maximum opgedreven naar 250 en iets meer misschien zelfs. De langste trainingen in aanloop naar zo'n 100 kilometer was een 65 kilometer ongeveer. Als je een atletiektrainer spreekt, die zegt altijd na een zware dag moet je een kalme dag doen. En bij Patrick was dat zeker niet waar. Ik moest soms 4 keer snel op 3 dagen lopen. En het is ook bij hem dat ik de eerste keer ben beginnen 2 keer per dag te trainen. Op mijzelf zou ik nooit zo hard niet getraind hebben, want dat was tegen alle regels in uit de atletiek. In mijn blog heb ik zelfs een keer geschreven dat men waarschijnlijk thuis aan SM doet. Dat kon hij niet zo appreciëren. Ik ben dus Wilfried Lammens, organisator en rechter van de Nacht van Vlaanderen. Ik ben 10 jaar voorzitter geweest toen Jean-Paul Praat het wereldrecord gevestigd heeft hier in Torrood. Dat was, dacht ik, in het jaar 86. Toen was ik voorzitter van de Nacht van Vlaanderen en heb ik het geluk gehad om de hele Nacht van Vlaanderen te volgen met de wagen naast Jean-Paul. Dus ik heb van de eerste meter tot de laatste meter naast Jean-Paul gebleven om dat record duidelijk te zien. De stijl van Jean-Paul is fenomenaal. Heel anders dan een andere lange afstandloper. We hebben Janis Kouros, we hebben een Gilbert Gevaert gehad hier in Torrood, die de Nacht van Vlaanderen gewonnen heeft. Maar iedere lange afstandloper die loopt met zijn voeten al schuiven over de grond. Die gaat zijn benen nooit hoog opheffen. Maar Jean-Paul, dat is een hinde. Als je hem ziet lopen, kijk nog regelmatig nog een keer naar die beelden daarvan. Dat kun je op YouTube zien, dat kun je nog overal terugvinden. Het is fenomenaal de manier waarop dat Jean-Paul liep. Iedereen zegt er nu nog in Torrood die dat meegemaakt heeft, die zegt dat was de fantastische, mooie loper. Letterlijk en figuurlijk, maar Jean-Paul, die stak met kop en schouder boven iedereen uit.
Van de start in 1986 herinner ik mij vooral dat de organisatoren niet dachten dat Jean-Paul ging deelnemen, omdat we een beetje een discussie hadden over mogelijk een bepaalde vergoeding die Jean-Paul zou moeten krijgen. We hadden een bescheiden bedrag gevraagd. Ik weet zelfs niet meer hoeveel dat was, alleszins heel weinig. Maar dat kon er niet aan af. En al die verplaatsingskosten voor al die buitenlanders, die kon er wel aan af. En dan hadden wij gezegd, ja, we komen niet. Niet erkend worden in het, door de organisatoren, door hem niks te gunnen. Dan heeft hij zeker willen bewijzen in die wedstrijd van kijk, ik ben het wel waard. Dat was het jaar dat wij dachten naar Zwitserland geweest zijn. En wij hadden dan hele goede Zwitserse atleten gezien die in de bergen schitterende tijden liepen van 6:30. En wij dachten toen al, als wij die naar Torhout krijgen, dan zouden die wel een keer kunnen dicht aan het wereldrecord lopen. Wij hadden dan ook contact met de belangrijke Amerikanen. Barney Klikker was een reëel grote naam. En die was ook in staat, of die dacht, om het wereldrecord te kunnen breken. De Amerikaan Barney Klikker op kop voor Yannis Kouros, de winnaar van vorig jaar met nummer 1. 8 is de Amerikaan Barney Klikker topfavoriet voor deze wedstrijd. De allerbeste met de Nieuwsblad Sportwereld naar de Dag van Vlaanderen. De allerbeste voor ons. Klikker had aangekondigd dat hij het wereldrecord ging verbeteren. Dus die moest wel tempo maken en die moest wel snelheid halen. En dan was het de bedoeling uiteraard om zo lang mogelijk in zijn tred te lopen. Ja, ik kende die namen wel. Zeker Kamenik. Kouros natuurlijk, ja, die was vooral bekend voor de nog langere afstanden. Klikker kende ik minder, maar ja, ze zeiden dat het wereldrecord had op de 50 mijl. Ja, dat zal ook geen slechte zijn, zeker. Het deelnemersveld was een enorm deelnemersveld. We hadden eigenlijk in alle omliggende landen de beste atleten uitgenodigd. Ik denk dat het vanaf toen de wedstrijd van het jaar was. Want we hadden dus ook de bedoeling van het volgende jaar het eerste officieus wereldkampioenschap te houden. Vandaar dat we van alle landen zoveel mogelijk de betere lopers hadden uitgenodigd met de bedoeling ze ook het volgende jaar terug bij ons te krijgen. Nummer 8, Barney Klikker. De nummers 30 en 31 zijn twee Zwitsers. Verder hebben we 22, een Engelsman, Kevin Woodward. Een beetje verder de Joegoslaaf. En Yannis Kouros volgt nog een stukje verderop. Het wordt een heel andere wedstrijd dan vorig jaar, want de allerbesten hebben beslist een wereldrecordpoging te ondernemen. Voor zover ik mij herinner, in de eerste kilometers in Torhout is er heel snel gestart. Dus die 3 uur, of het is te zeggen, die 3 minuten 43 die we vooropgesteld hadden, dat betekent 18 minuten 35 op 5 kilometer. En de eerste 5 kilometer in Torhout werd afgehaspeld in 17 minuten 30. Dus eigenlijk te snel, volgens mij. Maar ja, Jean-Paul voelde zich goed, kon gemakkelijk meevolgen. Ik liep toen nog niet op hartslag. Dat was niet in de mode. Toen nog niet. Maar ik voelde wel in het begin van de wedstrijd welk tempo dan ik kon en mocht lopen om dus zonder grote problemen aan te komen. De roodschaatsers mogen niet bij de lopers blijven. Het is niet mogelijk. Het is een bevel van de koersdirectie. Het is kiezen of delen, mensen. Erachter of weg. We hadden altijd gevraagd, maak er daar een feest van. Zorg dat er echt feestvreugde is. Een orkestje of een band die daar komt spelen. En als de lopers en de wandelaars passeren, zorg er dan ook voor dat je inderdaad ambiance maakt. In een wedstrijd als 100 kilometer, Nacht van Vlaanderen of een ander 100 kilometer om te even, is de aanwezigheid van het publiek heel belangrijk. Ja. Als er regelmatig volk staat die u aanmoedigt constant, is toch een groot verschil tegen dat je een wedstrijd zou moeten lopen, zeker 100 kilometer aan een stuk, wat er weinig of geen mensen langs het parcours staan. Barney Klikker reeds op kop, Yannis Kouros volgt dan. De topfavorieten zullen het waarmaken deze keer. We hebben al heel bekende namen vooraan. Barney Klikker op kop met nummer 8, topfavoriet voor deze wedstrijd. Gevolgd door de Zwitsers,
30 en 31. Nummer 8, waar niet klikken. De nummers 30 en 31 zijn twee Zwitsers. Verder heb je 23, een Engelsman, Kevin Woodward. En dan heb je... En dan heb je ook nog... Zo, een heel drage naam kennen van nummer 376. Jean-Paul was de enige die alle uitgenodigde atleten, de grote atleten, die hadden een kleine nummer van 1 tot 40 of 50. Jean-Paul zat nog met het terugnummer of het borstnummer van 376, dat weet ik nog. Dus hij was niet gekend als de grote vedette, maar hij liep daartussen. Dat ik niet genoemd werd in de officiële wagen, dat stoorde mij niet. Dat was eigenlijk rechtstreeks gevolg van... Dat ik gezegd had dat ik niet ging starten. Ze dachten waarschijnlijk dat dat iemand was die op een of andere manier graag in beeld is wou komen en die 30, 40 kilometer ging meelopen en dan ging opgeven. Ik heb zelf mijn 500 Belgische frank was in tijd, geloof ik, betaald en ik had een groot inschrijvingsnummer, dus kenden ze mij daar eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk nooit een begenadigd loper geweest. Als je mijn tijden ziet over kortere afstand, zo zijn er 13 in een dozijn dat kunnen. Van jongs af aan had ik wel de droom om iets te bereiken in de sport. En eerst heb ik gevoetbald. Mijn vader heeft mij trouwens kort voor zijn dood gezegd dat ik was technisch niet slecht, dat Anderlecht ooit nog achter mij geweest is, maar dat hij zijn veto gesteld heeft. Een van mijn broers zal dat niet graag hebben dat ik dat zeg, maar het is de waarheid. Dus mijn ouders die maakten eigenlijk constant ruzie. Financieel was het ook niet zo goed. Ik herinner me dat ik nog dikwijls bij mijn grootmoeder achter 1000 frank gegaan ben. En slagen kreeg die tijd ook regelmatig. Mijn moeder is eerst lang huisvrouw geweest. Ja, ze heeft in totaal 7 kinderen gehad. En dan is ze beginnen werken in een school in de Refter. En mijn vader die was lasser. En die mocht ook graag een pint. De vader was de enige kostwinner. En als hij dan nog graag een pint drinkt en zo, dan blijft er zeker niet veel meer over voor het gezin. Hè. Maar ik denk dat zij wel hun best gedaan hebben. Ze waren op hun beurt slachtoffer van de tijd waarin dat we leven, van de jeugd die zij hadden. Mijn vader ging wel altijd mee. En een voorbeeld hoe emotioneel afstandelijk dat hij was. Hij ging mee en hij reed mee, dus met Marleen op verschillende plaatsen. Maar hij heeft nooit op mij geroepen. Maar was wel. Inwendig was hij heel fier. Mijn moeder die was te nerveus om mee te gaan. En ze heeft dan 1 keer mee geweest en dat was juist in 87. Omdat ik haar gezegd had, ik ga winnen. En toen moest ik opgeven. Nee, toen heeft ze gezegd, ik breng ongeluk. Kunnen we even stoppen?
Voor mijn ouders is het misschien nog zwaarder geweest. Hè. Ze zijn moeten trouwen, zo ging dat in die tijd. Maar dat kind dat was gehandicapt. En dat is gestorven nog voordat 3 jaar was. En dan hebben ze ook nog een kind gehad. Toen was ik zelf 5,5 jaar ongeveer, dat toen geboren was. En die is na 9 maanden overleden aan wiegedood. Dat was eigenlijk mijn oogappel al geworden, alhoewel dat ik nog geen 6 jaar was. Maar ik vergeet het nooit niet. Dat was op een zondagmorgen en mijn moeder ging hem boven gaan halen om hem wakker te maken. En ze riep van boven, Camille, dat kind ligt hier dood. Kort daarna is dan mijn jonger broer geboren, die uiteindelijk zelfmoord gepleegd heeft. Ik was weg geweest voor een marathon te lopen in Singapore. En ik kwam terug, ze gingen mij komen afhalen aan de luchthaven. Maar gans de familie was daar. Ik zeg ja. Ze zeiden wel, we moeten je het erg vertellen van Jan. Dan wist ik het al. Hè. Ze hebben hem in de garage gevonden, in hun auto. Met een darm van een uitlaat. Ik heb me dan eerst nog schuldig gevoeld omdat ik weg was. Toen dat gebeurd is, maar dat was ten onrechte. Hij woonde nog altijd thuis. Had een keer een relatie geprobeerd. Maar dat was ook niet goed afgelopen. Hoe dat iemand zich van binnen voelde bij ons, dat wist hij niet. Ik denk dat ik de meeste dat je nou 60, 70 kilometer ritje en dat je nog grap moeten lopen, hè, dat ik dat op training had tegengekomen ben. Dat het tot hier gewin wordt. Ja. Ja. De week van Torot, hè. Ja. Dat was een verlossing. Ja. We waren dat trainingsschema vanaf. Allee. Ondanks dat hij eet. Tijdens nog dat koolhydraten dieet, dat was ik nog zwaar. Ja, ja, ja. Oh, ja. De derde dag zonder koolhydraten. Dat was ook maar 10, 11 nummies, hè. En ja. Afzien. Ja, dat was zo'n impact. Ja, ja. Ik deed het wel streng, hè. En de eerste dag, dat was minus 4,5 en zag dan ons nog een koers kunnen. Nee, zonder suikers. Ja. Van Middelkerk is, hè? Ja, ja. Pijs dat ik
dat we hier rond de 32 degen komen zijn. Ja, 32 ongeveer, ja. Inderdaad, om de dingen. Daar een beetje verder de sport al in. En zo weer naar de dijk naartoe. Hè. Ja, ja. Sinds een jaar of drie vieren we in een caravan. Ja. Had je nog niet gezien, zeker? Nee, dat ben ik nog niet geweest. Kom maar een keer naartoe. Ja, is goed. Als ik aan een sleutel mee heb, kunnen we binnen. Ja, maar Marleen is daar, hè. Ah ja. Dus... Kunnen we sowieso binnen. Ik mijn sleutel nemen, hè. Ja. Daarmee zie je Marleen ook nog een keer. Ja, dat is goed. Oké. Wie ziet het liefste, Marleen of de caravan? Mijn naam is Marleen Straatmans. Ik ben 60 jaar. Ik ben de echtgenote van Jean-Paul Praat. Tijdens de nacht hinken wij van punt tot punt. Dan riepen ze altijd... Hey, en hier komt Jean-Paul Praat op weg naar een nieuw wereldrecord. Allee, dan kreeg ik wel altijd kippenvel, zeg. Zinnige Patrick. Oh-la-la. Wat is er geweest, ja, hè? Dat telt. Maar ik ga naar dat lood nooit schenken. Hij zit een specialist erin, hè? Ja. Zinnig. Had je roeping gemist, hè, van barman? En spaghetti. Op hij zei, hij zei, hier zou je ooit drinken als ooit schenken. Niet overdraven, Jean. Weken, doe je Ja. Marleen moet je niet vragen, zei. Doe, drink toch. Marleen, ga ik in doen? Duvelke? Wel, ja, dat mag. Voilà. Ik wil wachten die saus hebben. Ja, ga je krijgen, zei. De saus die is wel warm, zei, zoetje. Op. Allee. 35 jaar wereldrecord. Ja. Gezondheid. Zeker, hè. Nou gaat dat zeker herkend worden. Santé. Gezondheid. Santé. Lekker. Ja, dat kan smaken met zo'n weer. Smakelijk allemaal. Ga dat allemaal op, hè? Ga jij dat allemaal op, hè? Ik denk dat het niet genoeg gaat zijn. Het zal niet genoeg zijn. Maar de kerstlikje maar niet. Jean-Paul is iemand die eenvoudig overkomt, maar er zit veel meer achter uiteindelijk. Hij is heel intelligent. Het feit dat hij nog een master heeft gehaald 15 jaar geleden aan de VUB. Het beeld dat hij zelf laat uitschijnen is totaal iets anders dan hetgeen dat er echt achter zit. Jean-Paul is een stille, rustige man. Hij heeft een goed hart. En ben ik fier over hem. Hè. Ja. Achteraf bekeken vragen we ons toch af hoe hebben we dat allemaal gedaan en hoe dat gekost heeft. Je zou Jean-Paul een beetje een Einzelhanger kunnen noemen. Maar ik denk dat dat ook nodig is om, of tenminste als 100 kilometer loper, moet je dat wel een beetje zijn. Dat ben ik eigenlijk wel timide, maar ik wist eigenlijk wat dat kon. En daar heb ik wel veel zelfvertrouwen, denk ik, op die 100 kilometer. Misschien niet zozeer op andere aspecten van het leven. In het contact misschien ook niet, maar toch specifiek op die 100 kilometer, op mijn wedstrijd, mijn afstand, had ik wel veel zelfvertrouwen. Middelkerken was een mikpunt om daar te geraken. 50 kilometer hadden we dan gelopen. En in Middelkerken op de dijk was er altijd bierfeesten. Het was soms zeer moeilijk om als loper daar samen met je begeleider tussendoor te komen, want daar werd duidelijk gefeest. En als we daar doorkwamen in Middelkerken, was er ook vuurwerk ter gelegenheid van de passage van de Nacht van Vlaanderen. Middelkerken, dat was tegelijk met de bierfeesten altijd.
Maar dat was een massa volk en daar moest je een weg doorbanen. Alleen voor mij was dat vrij gemakkelijk, omdat er auto's en zo voor mij reden. Nee, die sfeer heb ik nergens niet meer gevoeld. En ik denk dat ik ook nergens dergelijke prestaties zou kunnen leveren hebben. De vrijdagnacht, als wij daar passeerden, dat waren tienduizenden mensen van het eerste jaar al om de Nacht van Vlaanderen toe te juichen. En de sporthallen in Middelkerkers liepen dan, de atleten liepen door de sporthallen in Middelkerkers. Dat waren massa's volk. Dat waren orkestjes, dat waren muzieken die daar stonden te spelen. Het laatste jaar dat ik voorzitter was, schatte de Rijkswacht je dan 50.000 mensen aan de start in Torhout. Dat was een enorme mensenmassa. Op het parcours, op de 100 kilometer, waren er 250.000 mensen. Maar dat was een zee van volk. Wij voelden ons, ze hadden misschien niet graag horen in de wielersport, maar wij voelden ons een beetje evenwaardig aan de Ronde van Vlaanderen in feite. Op het moment dat dat kon, kon Jean-Paul gaan en hij had een perfecte dag die dag. En dat is dan ook gebeurd vanaf Middelkerken, hij is alleen aan de hal gegaan. Correctie, de mareren heb ik geen enkele keer gedaan in geen enkel 100 kilometer. Het was gewoon mijn tempo blijven lopen. In Middelkerken aan de marathon precies nog dat ik nog niet gelopen had. Maar ik was ook in bloedvorm in die periode. Maar ik heb nooit een versnelling gedaan om er iemand af te lopen. Het waren zij die vertraagden. Ik bleef gewoon mijn tempo zoveel mogelijk lopen. Ja, ik voelde mij goed. En toen kreeg ik de kick natuurlijk van opgelopen. Jean-Paul heeft er veel moeten voor doen, ja, zijn trainingen. Maar ja, het was ook zijn passie, zijn lopen. Maar ik heb er ook wel veel moeten voor doen. Want we hadden toen een winkel en Jean-Paul deed de winkel. En ik ging halftime gaan werken. En ik moest dan wel altijd inspringen. In feite heb ik wel wat meer moeten opofferen als Jean-Paul zelf. Marleen heeft er veel voller gedaan. Want ik kan niet zeggen, moest ik nu professioneel geweest zijn, volledig niks anders moeten doen, dat ik beter zou gelopen hebben. Ze heeft nooit niet gezegd, als ik ging trainen, ga je weer aan trainen of zoiets. Nee, ze heeft me altijd gesteund, 100-100. Ik ken ook lopers die hun vrouwen en niet steunt, in tegendeel, dan nog een beetje tegenwerken ook. Ja, dan zou het zeker niet gelukt hebben. Zou ik zeker niet gepresteerd hebben wat ik nu gepresteerd heb. Maar ja, dan had ik ze misschien buiten gesmeten. Hè. Ik denk dat ze dat wel weet, dat ik haar daarvoor heel dankbaar ben. Ik heb het misschien niet altijd gezegd of zo, maar ik denk dat ze dat wel weet. Ja, ze zijn vooral onder een indruk van die afstand. Hè. Terwijl dat voor mij de afstand niet het grote probleem was, maar wel de snelheid waarin was eerder het probleem. Maar ze hebben wel alle over het algemeen bewondering. Als je zegt, ik loop 100 kilometer, amai, zeggen ze.
En de eerste vraag is dan altijd, heb je de dodentocht al meegedaan? Zegt nee, want daar moet ik te traag lopen. Ik heb mij op mijn werk vroeger een keer kwaad gemaakt. Er was iemand, ja, er was sprake van doping in het algemeen. En er zei een collega van mij, ja, ze pakken allemaal. Hij gaat toch niet zeggen dat je die 100 kilometer, dat je dat op water en brood deed. En toen heb ik mij echt een keer kwaad gemaakt. Zeg, op het hoofd van mijn kinderen, ze mogen alle twee doodvallen. Ik heb nooit doping genomen. Het dichtste dat ik er ooit bijgekomen ben, en nog bijkomen is eigenlijk, is een tas koffie een uur voor de start. Als je ziet dat er zelfs wielertoeristen zijn die doping gebruiken om zondags hun vriend los te rijden, dan zal dat zeker in het ultralopen ook gebeuren, denk ik. Maar ik heb daar geen aanwijzingen voor, dus ik ga zeker niemand niet beschuldigen. Moest ik dat ooit genomen hebben, zou ik niet fier zijn op mijn prestaties. Want ik zou me afvragen, komt het door mij of komt het door die producten? Ik heb nooit doping genomen. Ik weet dat ze dat nog gezegd hebben. Hè. Armstrong, om geen namen te noemen. Maar ja, als er mensen zijn die dat niet geloven, ja, dan is het maar zo. Mijn geweten is zuiver. Weet je dat nog in het wat? In een bos. Bergop? Ja, dat je mee ging. En ja. Dat was een serieuze bergop. Hè. Wat ik me nog meer herinner, dat is de Pittenberg. Als die vroeg, ik ga ook al zo'n fles aan. Sciatiek. Of sciatiek. Dat vragen. Ja, bergop was niet jouw beste onderdeel. Nee. Ik deed nogthans genoeg. Hè. Ja, dat is juist. Maar ja. Een brug over een autostrade was al een... Ja, daar vloek ik al op. Dat was al een berg, hè. Daar vloek ik al op. Ik ben Luc van den Broeke. Ik ben nu 69. En in de periode van Jean-Paul 1986 was ik dus journalist. Sportjournalist bij het Nieuwsblad. De fotograaf. Helemaal. Ah, Luc. Ja, hoe is het nog, jong? Goed, hè, jong. Goed. En met jou? Ziet er goed uit. Ah, altijd geweest, hè, jong. Het waren goede lopers in het wet, maar goede journalisten ook, hè. Aha. Dat is de eerste keer dat je het serieus zegt. Ik rappeleer me nog, hè. In Stabroek. Dat was dat eerst 100 kilometer. Ja. En je vertrok doe ik als, ja, like als een vliegende hond. En ze vergeten naar de chronometer in gang te zetten. Ja, dat weet en ik. En die gaan moeten op haar eigen horloge aan tijd. Als je terug kwam, was dat een officiële tijd. Dat was 6:57. Ja, het was rond de 7 uur. Ja, dat is juist, want je wordt de eerste beige. Allee, dat onder de 7 uur. Dat was na de koers van mijn eerste interviews. Ja. Hij kreeg moeilijk iets uit het mooie. Ja. Nodra, leffekes of andere donkerberen kosten gaan wel gewoon mee klappen. Ja. Is dat wel een eerste ontmoeting, trouwens? Ja, ja, denk het wel. Maar de beste stuiten hebben we toch ook nog in Amiens meegemaakt. Met jouw pa. Ja. En haar onkel. Ja. En ik weet dat, dat was een verlauren gat toen. In die dorpjes dat je duik kwam. Toen was het een cafébar of een bar tabak. En toen ging ik naar Frankrijk naar Picot drinken. En ga kwam door de tweede of derde, nu Santal of een apa ontropen. Jean-Paul, we zijn niet niets te zijn. We zien een vuur na. En ga onnozel weg. Kwijt het pak, heb je aan taart, drink nog iets, zei hij. Godverdomme. Maar in Amiens hadden nog taart voor je te drinken. Hè? Ja. Maar hier in Torot, en zeker in 86, wordt de quote op mooi. Ja. Omdat je nergens dat ik te rap deed was. Hè? We moesten te rap. Heb je nog herinneringen dat men hier in Diksmuiden deerkwam? Was het hier ook dat je stoppen? Kost hij wel parkeren met al die massa volk? Ja, maar we rijden 100 of 200 meter verder. En het was een auto van de gazette, dus dat mocht nog op parcours blijven staan. Ja. En dan kwamen we tot hier op de bruggen.
Want hij op de hoek van de Brugge, dat was een vriestammenij, een grote kroeg. En daar stond hij, zwet van het volk, zwet van het volk. En alle mannen, hey, al gingen om te letten dat ze dat licht zouden komen. Maar dat licht dat ging van links naar rechts. Ja, dat bij korpen hij allemaal dat is, in. Dat is gelijk bij ons, dat we een noizertoren van Beieren zagen. Maar wij gingen ook van links naar rechts. En dat was veel verder dan dat gedacht. Ja, schuin van veert naar veert van schuin. Op dat moment. Op de brug in Diksmuiden, daar zagen ze van heel ver de auto's en de lichten komen. Daar kwamen dus de lopers naartoe, langs de ijzer, om af te draaien over de brug. En op die brug stonden duizenden mensen. De midden in de nacht, tienduizenden mensen die daar de lopers stonden toe te juichen. Ay, ik krijg er nu nog koud van als ik erover vertel. Een warm applaus alsjeblieft. Een warm applaus alsjeblieft. Voor de heer Jean-Paul Praat. Jean-Paul Praat. 31 jaar van Denderleeuw. Eerste op 2269 deelnemers. Dat was precies zoals een kol op de Ronde van Frankrijk dat het volk voor u openging. Maar voor mij was dat wel een stimulans. Dat was op verschillende plaatsen dat ik kippenvel kreeg tijdens het lopen. Naarmate het verder verliep, keken wij gedurende maar naar Patrick de Schepper en die hebben we getekend van verdorie. Hij had gekeken naar de tijd dat Jean-Paul, hoeveel kilometer dat wil hebben en hoe lang dat hij al loopt. Hij zal heel dicht eindigen bij het wereldrecord. En dat is vooral gebleken een keer dat we in Diksmuiden waren. Dan zat hij werkelijk op schema voor het wereldrecord te benaderen. De manier waarop hij daar liep, dan was ik zeker dat er een heel schitterende tijd zou in zitten. Het is bijna niet te geloven, maar vanaf Diksmuiden is hij nog een tandje bijgestoken en heeft hij nog rapper beginnen lopen. Overal werd al medegedeeld van Jean-Paul Praat is op weg om het wereldrecord te breken. En overal werd hij enthousiast aangeroepen door al de supporters. 100 kilometer, bijna 100 kilometer gelopen. En zie dat lopen, mensen. Zie dat lopen. Formidabel is dat. 31 jaar oud. Op weg naar een nieuw wereldrecord. Er moedigde mij veel aan met een dubbel tong. Worden we daar ook bij? Nee, dat zal mijn chauffeur geweest zijn. Ja, jong, dat was een tijd. Hè. En dan, het ergste vond ik, en dat is echt hoe, in dat dorpje zei achter. Daar zijn dat. En toen waren dat dorpje in het pikken donker. Ja, en dan in elk dorp was Maurice Stammenij en ieder Stammenij had een kermis. En dan stond er wel door en ja, vreek, ik wil een troepen en je zou ik maar stoelen en je vreek, hoe vuil hem kvuirne? En we hadden een tekst juist vervuild, opgemeid, 7 minuten. En ga, zij doen zieveren. Dat zijn allemaal anekdotes dat ik me niet meer herinner. Ah ja, maar dat kan ik geloven, maar ik nog wel, zeg. Joh. Ik ben André Mignot, 62 jaar, woon sinds kort in Heuveland. Ik ben sinds 2005 koersdirecteur, wedstrijdleider van de Nacht van Vlaanderen wat het lopen betreft. Ik ben ook een van de twee internationale opmeters in Vlaanderen. In 86 stond ik een keer of 4-5 langs het parcours om Jean-Paul aan te moedigen. Jean-Paul is er. Hey, Jean-Paul. Dat is lang geleden. Zet u, hebt verdiend. Ja, dank u. Ja. We zitten toch aan de 76 kilometer zeker? 76? 76, zoiets. Ja, dus nog 25 te gaan, 24 en triomf. Dat is niks meer. Hè. We lopen van dorp naar dorp en er is overal iets te doen. Dus. Nog een uur en een half is er. Maar wie zat er dan als speaker? Was dat Jan Paul of in de wagen? Nee, Jij zat iemand van de Wilde Knubbets. Dat was
Nee, de pa. De pa van. Ja. Dat was een Krivits. Maar of dat de pa is van Niel de Krivits, dat weet ik. Dat was schoonmeester toch? Frans Krivits was het. Die zat in het bestuur in de Val van de Nacht. Ik heb u dat verslag van de landmeter van in tijd opgestuurd. Heb jij dat kunnen reconstrueren? Of, Ik heb dat volledig reconstrueerd. Met een paar hiaten. Dus hier en daar was niet duidelijk beschreven waar. Onze voorzitter heeft zelfs gezegd dat sommige stukken niet kloppen. Maar wat ja, Dremmerland, maar dus wel. Ik heb op basis van nu documenten heb ik mijn opmeting gedaan. Ik heb ze eigenlijk gisteren nog gedaan, speciaal gefilmd en al en berekeningen gemaakt. En er zit wel degelijk een verschil op. Ik heb eigenlijk parcours, de documenten dat ik van u gekregen heb ik gevolgd. Allemaal in Terold en ook een stuk van 5 kilometer te landen, waar dat van punt tot punt was, dus waar dat er geen enkele zijbaan was. En daar was er een verschil van 10 meter minder, dus dat is te verwaarlozen. Maar in Terold zelf, de aanvangskilometers, er was een verschil van 90 meter. Dus op 5 kilometer, dat is wel alleen maar 20. Dat is een redelijk verschil op de totale afstand. Maar goed, een tweede vergelijkpunt was dat maar 10 meter, 9 meter, komma zoveel. Dus moet je een beetje het gemiddelde nemen. Er zijn natuurlijk discussies omtrent de afstand, het parcours, de 100 kilometer. Het was geen 100 kilometer, maar was het nu 98,5? Was het 99, maar voor mij is dat eigenlijk bijzaak. Dat was altijd onze bedoeling om dat perfect 100 kilometer te meten. Eerst en vooral deden wij dat met onze wagen. Dat deden wij met de fiets. De kilometers gaan bekijken, misschien 10, 20 keer voordat de nacht er was. Maar die bepaalde nacht was er ook een landmeter hier van ter plaatse die dat parcours volledig heeft afgemeten. Ik denk dat de landmeter die zwart natuurlijk naar behoren gedaan heeft, maar niet vertrouwd is met het opmeten van het parcours. Die heeft zich waarschijnlijk gebaseerd op de afstanden van de rijweg. Dus waar dat er paaltjes staan van 1 kilometer, 1,1, 1,2. En die heeft daar zich op gebaseerd, maar dat is natuurlijk niet correct. Het was opgemeten door de landmeter, wat dan niet aanvaard wordt door de IAF. Maar 3 jaar later hebben ze beiden het parcours afgemeten, het nieuwe parcours tussen haakjes. En er was gebleken, hetgeen dat de landmeter afgemeten was eigenlijk 200-300 meter te lang. Ik heb speciaal een stuk van het parcours erop gemeten en het klopt dus op verschillende punten niet, maar het zal zeker meer dan 98 geweest zijn. Ik denk dichtbij de 99. Dus zelfs als je dat dan zijn tijd extrapoleert naar de 100 kilometer, dan zit je nog altijd beneden het huidige wereldrecord. Ik denk dat je iemand wiens beroep het is om afstand te meten, kunt betrouwen om een afstand te meten. Meer dan iemand van IAF die daar een cursus gevolgd, of ik weet het niet hoe dat juist gaat, om daarmee wielerkennis dat gaan af te meten. Ik vond het achteraf, Patrick, dat de IAF-opmeter, André Mignon, dat aan de opmeting van de landmeter in twijfel trekt. Ja, terwijl dat de landmeter toch gestudeerd heeft, ja, waarschijnlijk pas aan op te meten. Ah, wel, in verband daarmee, ik heb Wilfried Lammas nog een keer opgebeld. En hij ging Jeff Blomme, de landmeter, contacteren. En hij ging er hier een beetje verder in Vlatslopen komen. Oh. Dus nadat we in vakantie zijn, kunnen we hem een keer over spreken. Ik ben Jeff Blomme. Landmeter, gevestigd in Torhout, ondertussen 73 jaar en heb destijds in het jaar 1986 het volledige parcours van de 100 kilometer van de Nacht van Vlaanderen opgemeten. Hier zijn ze. Hallo. Dat is chapeau. Dat is Patrick. Hey. Dat is chef, Jeff Blomme. Dat is die persoon, chapeau, die in de tijden die 100 kilometer heeft uitgemeten. Ah, de landmeter dus. Dat was de landmeter, dat was heel specifiek. Maar ik heb Hans het parcours uitgemeten met dat toestel. Gewoon zo'n meetwiel. Wij hebben de IAF-opmeter gezien. Ik weet niet of je die kent, André Mignon. Ja, ik ken die niet. Ja. En die zegt dat dat niet betrouwbaar is. En zeker niet als je het doet vanuit een auto. Hij zegt dat jij dat vanuit een auto gedaan hebt.
Een groot deel van het parcours hebben we gedaan dus te voet, waar er veel draaien en keren was. Nee, maar ook een groot deel, als dat rechte stukken worden, zoals hier die straat, hebben we dat gedaan vanuit een auto. Ah, ja. Maar wel trager rijden, zeker? Allee, heel traag rijden. Nee. Ja, dus aan 10, 15, we hebben daar nog controle op gedaan. En dat klopte perfect. Maar we hebben eigenlijk vooraf meetwieltje geëit. Dus we hebben een afstand van 1000 meter perfect gemeten met een meetband, geëite meetband. Ja, en dan de controle gedaan voor te zien welke afwijking er daarop zat. Ah, ja. En dan hebben we iedere keer die coëfficiënt gebruikt voor dan dus de meetresultaten om te zetten tot de feitelijke. Maar dat verschil was heel minimaal. Maar het is rekening mee gehouden. En dus jij bent 100% zeker dat dat de juiste afstand was? Ik ben dat heel zeker. En eigenlijk denk ik niet dat er alleszins op dat moment één manier was voor dat anders te doen of beter te doen. Wij waren geen atletiekbond. Dat was ook niet aangevraagd via een atletiekorganisatie. Dat was via de Wandel- en Joggingliga dat georganiseerd werd. Wij waren een van de enigen die dat langs een dergelijke bond organiseerden. En dat is misschien een reden waarom dat niet officieel gehomologeerd is geweest. Toen waren geen officiële atletiekafstand, dus dat was eigenlijk volledig erkend. En we dachten dat zal wel in orde komen later. Maar moest ik toen geweten hebben wat ik nu weet, dat ik misschien zelf die meter van IAF betaald. Ik ben ervan overtuigd, indien hij bijvoorbeeld eerst 6.30, daarna 6.15 en daarna 6.03 had gelopen, dat het misschien meer in aanmerking ging komen, want eigenlijk diegenen die achteraf alles in twijfel trokken, waren degenen die hem nog niet kenden, die zeiden een onbekende die hier voor de eerste keer 6.03.51 kon lopen. Daar moet een heurtje aan zijn. Wel, het belangrijkste wat de verdachtmakingen betreft achteraf is iets wat Bruno Chelsea, die tweede geworden is in 1986 in Torhout, verklaarde in een Frans tijdschrift. Die redelijk wat abonnees heeft, waar hij verklaarde van kijk, zo'n tijd van 6:03, dat is onmogelijk. Hij was menige minuten achter hem aangekomen en Bruno Chelsea die was ervan overtuigd dat Jean-Paul maar 94 à 95 kilometer had gelopen. Toevallig was ik op dat tijdschrift geabonneerd. Had ik nu een gratis abonnement jaar voordien in Amiens gekregen of zoiets, ik weet het niet meer. Maar... En als je dat voor u krijgt op uw ontbijt, dat doet wel pijn. Daar geloof ik eigenlijk niks van. Als er afgesneden is, dan is het door een fout van de jury, van de seingevers, van de parcoursmensen. Dus zeker onbewust. En als Jean-Paul iets zou afgesneden hebben, dan heeft iedereen iets afgesneden, want iedereen heeft hetzelfde parcours gevolgd. Dus daar is geen enkele twijfel mogelijk. Ik heb de hele nacht naast Jean-Paul gereden, in de wagen uiteraard gezeten, hem gevolgd als voorzitter, als organisator. Ik heb alles meegemaakt en ik durf echt 100% met zekerheid zeggen, Jean-Paul heeft het parcours uiteraard volledig afgelegd. Dat kan niet anders. Iedereen heeft dat gezien in die nacht. Ze mogen alles zeggen van mij, dat ik één oog was in het land der blinden of zo, dat niet veel voorstelt, maar niet dat ik een bedrieger ben, want dat ben ik niet. Dat is zeker jammer, ja. Want dat heeft nog een beetje kemisier voor een dag gebracht ook. Hij wou dat recht trekken, hè, maar hij heeft het dan zo gelaten, want anders ging er hij aan kapot gaan. Allee. Ik heb trouwens direct
een advocaat aangesproken, maar op den duur was ik alleen met die rechtszaak nog bezig. Ja, er zijn allerhande pogingen geweest uiteraard om dat record officieel te laten erkennen, eens dat het een onderdeel werd van de disciplines bij de Atletiek Federatie. Maar dat is telkens zonder resultaat gebleken. Ik denk wel dat dat voor Jean-Paul iedere keer aanzien werd als een niet-erkenning van de prestatie die op dat moment heeft geleverd. Ja. Je wordt er eigenlijk nog altijd mee geconfronteerd, hè, met dat het niet erkend is. En er zijn altijd mensen die denken, als dat zoveel gezegd wordt en geschreven wordt van dat afslaan bijvoorbeeld. Hij zegt van wel dat hij het kan loslaten, maar ik denk dat het toch altijd een klein beetje blijft bijten. Wil je nog een keer drinken, joh? Ja, dat mag. Het is warm, hè. Ja, maar gedacht. Zo hoor. Dank u. Herinner je nog iets van die gasten, like als een Kamenik of een Klekker? Of, nee, of heb je er nog contact mee op een of andere manier? Nee. En ik heb daar kwartelijk vroeger ook niet veel van geweten. Van Chelsea, de tweede in 86, weet ik wel dat het een leger was. Ja? Maar na misschien ook al gepensioneerd, ik weet het niet. Nog geen contact meer met iemand? Nee. Nog Klekker, nog Chelsea? Nee, ook Facebook of zo? Nee, Facebook. Boris Bakmas, maar dat was niet echt een topper. Dus dan... met anderen zal dat... Geef me dikke likes en zo. Het zal de tol waarschijnlijk dus ook wel een probleem zijn. Misschien zal het nog komen, hè. Ja. Of een Koeroes of zo ik ook niet? Ik zit nog maar van begin maar op Facebook, hè. Ja, dat weet ik, ja. Koeroes ook niet, dan geen contact nemen mee? Of hoort dan nemen van week wat hij doet of zo? Nee. Niks meer? Nee. Of anders is het weer hetzelfde als 86. Wat geld en ik niks. Ja, u weet. Ja. Maar nee, ik heb altijd gelopen van hier, dus. Dat is het belangrijkste. Ja. I'm Yannis Kouros, 64 years old. I came to the ultrarunning scenery back in 83. By winning the Athens to Sparta race. In 85, I won the Sydney to Melbourne race, so about 1,000 kilometers. And after that, that was my first 100K in Torut, in Nachtvallraden, which I won with 6 hours 25. And I hold also many world records. Some of them, they are the 24-hour ones, which is 303 kilometers, 500 meters. The 48-hour world record, 473.9. The six-day record with 1,038.5 kilometers. I also hold the world record for the 1,000 mile, which is my longest, 10 days, 10 hours, 35 minutes. Ja, die heren trouwens. Was die een Oyerasko, hè? That's a very good style. What? That's a very good style. Wat is dat, die? Hier ook prijs mee. Ik had in Torrad een dubbelhanger van Kouros gevonden. It's you, Yannis. Dat is Yannis, yes. How are you, my friend? Ah, that's a great surprise. Very nice to see you. Yeah, how nice. How you feel? You look very nice, good. Nice to see you too. You too. You look a great. A little bit older, like all me. All of us. All of us. You're doing very well. Allee, stinkt niet, hoewel dat ooit gestoken. Achter mijn rug. Als je zou vragen wie is de beste ultraloper ooit, ik denk dat ze toch Yannis Kouros allemaal zullen antwoorden. Ik denk dat er zodanig bovenuit stak en dat zal de tijd bewijzen dat zijn records heel lang zullen stand houden. Dat is mijn idool. You are my idol. Thank you so much. Thank you. You have done much more than I have.
I remember him probably mostly of his style. I was very surprised the way he was running. He was running with long steps, but in an easy way, so he looks that he wasn't putting much effort. His style, he looks that he can do much better performance than all the others. And I think he was able to run a world record. Also, you know, Spiros Louis, the first Olympian in Athens, in the marathon, they make rumors, but usually the rumors comes from the losers. The people who are the losers are creating stories. He has done something that I am unable to do. And probably he felt the same with me because I'm doing different distance and different performances. But anyway, in the fields of running, especially the long running, there is respect because there is effort on the other side. We are not competitive, especially in ultra running, because we are trying to beat our previous best performances all the time. You know, we are running against the clock, not against each other. Sorry, ja, tot de volgende. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. 40 jaar. Ja, salé. Hè. Goedenavond. Goed. Juist wat mee gebieden, hè. Ja, dat zal wel. De vuur hier, hè. Ga goed met ervan verlossen, hè. Dat is zeker een vaste, de vuur zijn manier. Tot nog even terug. Ik ga niet zeggen dat ik niks verdiende, maar het is toch heel weinig. Als ik lees dat bijvoorbeeld Kevin De Bruyne 300.000 of 400.000 euro per week verdient, dan heb ik op gans mijn carrière ongeveer verdiend geen dat hij op een halve dag heeft. Het was nu eenmaal zo, hé, daar is geen geld. Hé, moesten ze mij hetzelfde geven wat Kevin De Bruyne ze ook niet nee gezegd hebben. Maar, ja, je kiest je sport waarvoor dat je aanleg hebt. En ja, er zijn er nog die mogen klagen, zwemmers, turners. Ik heb natuurlijk heel veel verdient aan ervaringen, aan erkenning. Dat is natuurlijk ook iets waard. En ik ben ook niet erg gehecht aan geld of zoiets. Eigenlijk, ja, er zijn er die minder gepresteerd hebben en als mij en die daar waarschijnlijk meer uitgehaald hebben. Er staan nu al enkele maanden op Facebook en van enkele die mij alleen vandaar kennen, denk ik dat. Heb ik via horen zeggen dat ik nogal arrogant overkom, maar dat is eigenlijk misbegrepen humor van mij.
moet eigenlijk zeggen dat ik nooit veel vrienden had. En wel veel kennissen en zo, maar echt heel veel vrienden eigenlijk nooit. Nee, ik ben niet erg sociaal van nature. Ik kan de hele week thuis zitten, geen enkel probleem. Zelfs alleen. Hij heeft 6 keer beneden de 6:30 gelopen. Ik denk niet dat er wereldwijd 1 iemand is die dat benadert. 15 keer beneden de 6:45. Blijft fenomenaal. Er is niemand die hem benadert. Het is toch wel uitzonderlijk. Hè? Als je een keer ziet dat het al zo lang standhoudt, is het wel een uitzonderlijke prestatie. Hè? Catalan de Spanjaard, een enorm sterke loper met wereldnaam. Hier, wij hadden hier Bruno Chelsea, de Fransman, de Amerikaan, Klekker. Dat waren de grote mannen op wereldniveau. Die zijn allemaal in Torhout geweest. Maar Jean-Paul heeft ze hier allemaal geklopt. Jean-Paul heeft altijd de Nacht van Vlaanderen gewonnen. En telkens op een schitterende manier. En Jean-Paul Praat is eigenlijk in zijn generatie de beste ultraloper op 100 kilometer. Maar erbij gezegd, in één adem, het is ook de wereldrecordhouder met 6:03:51. Usain Bolt is 100 meter, Jean-Paul is 100 kilometer. Absoluut niet te vergelijken, maar zoals Usain Bolt in zijn discipline de beste ter wereld nog altijd is, is Jean-Paul dat op de 100 kilometer. Als de beste de recordhouder is, dan ben ik de beste.